Suriname moet ready gemaakt worden voor ontwikkelingen die gepaard gaan met olie en gas. Dit liet minister Stanley Ragubashing van Financiën en Planning gisteravond weten tijdens een persbriefing na de regeringsraadsvergadering. De bewindsman gaf aan dat er vooral gefocust moet worden op uitbreiding van de agrarische sector. Ook meent hij dat de huisvesting aangepakt moet worden omdat er met de olie- en gasontwikkelingen een pressie op woningen kan komen. Daarom is dat huisvestingsbeleid ook belangrijk. Zorg ervoor dat de arme mensen, dat de middenklasse tijdig gereed is om zijn eigen woning te bouwen en niet afhankelijk is van huurwoningen die straks moeilijker beschikbaar gaan zijn op de markt. Dus oil en gas, ons land klaarmaken met onderwijs, zodat onze kinderen de topjobs kunnen krijgen met huisvesting, met infrastructuur en met telecom. Al die bedrijven gaan top-of-the-line connectivity willen hebben, dat die bedrijven gaan hier activiteit vinden. De bewindsman meent dat de agrarische ontwikkeling niet alleen de lokale bevolking ten goede zal komen, maar dat Suriname ook een goede beurt maakt indien de ontwikkelingen in de olie- en gassector op gang komen. Al die booreilanden gaan voedsel nodig hebben. Niet alleen die van Suriname, maar ook die in Guyana. Als wij kunnen leveren en wij zijn in staat geweest vanuit de historie om kwalitatief goede producten te leveren, is hier de kans voor onze agrarische sector. Suriname heeft de afgelopen jaren veel interesse getrokken vanwege de ontwikkelingen in de olie- en gassector. De vooruitzichten biedt Suriname niet alleen aanzienlijke economische kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee.